Deze nieuwsuitzending die gaat over de Romeins-Katholieke Kerk. En dat is een serie, een apart in de serie Weltschmerz, by the way. Want ik heb het eerder gehad over de Romeins-Katholieke Kerk. Maar dat was in de tijd dat ik nog vrij veel alcohol dronk. Dus die zijn ook wel leuk. Maar dit vind ik beter, dat ik helemaal nuchter ben. Ik schenk even een beetje thee in. Ja, een mens moet toch wat, hè? Als je geen bier drinkt, dan maar thee drinken. Over de Romeins-Katholieke Kerk gaat het deze keer over de feestdagen. De heidense feestdagen. Rudolf Steiner, de stichter van de antroposofie, hij zat daarvoor bij de theosofen en daar heeft hij zich van afgewend en hij is begonnen met de antroposofen. Antroposofen of antroposofen. Antroposofie. Theosofie betekent godskennis en antroposofie betekent menskennis. Antropos betekent mens. En de antropos is de mens zoals die bedoeld is door de schepper. Van Rudolf Steiner is ook de uitspraak bekend dat hij gezegd heeft dat een mens die geen diep respect heeft voor het christendom, zeker niet zelf een christen is, die mens is niet goed bij zijn hoofd. Dit parafraseer ik. Hè. En Rudolf Steiner heeft aangaande het vieren van een feest gesteld dat je dat 4 keer per jaar kan doen en mag doen en zou moeten doen. Die publicatie van hem waarin hij dat opgeschreven heeft, die ben ik een klein beetje kwijterd, denk ik. En van de week nog even door mijn boekenkast heen gegaan op de gang. En vond ik toch een paar boekjes waarvan ik dacht dat ik ze kwijt was. Maar die zat er niet bij, die van Rudolf Steiner. En Rudolf Steiner stelt voor om 4 keer per jaar te vieren. Dat is in het Nederlands is dat een leuke taalgrap, vind je niet? Op zijn Duits, waarin hij dat oorspronkelijk heeft geschreven, daar werkt die taalgrap volgens mij niet. Hè? Maar 4 keer per jaar vieren. En hij stelt voor om de winterzonnestilstand te vieren, de zomerzonnestilstand te vieren, de lente-equinox en de herfst-equinox. En dat wat je dan viert is alleen de, ja, moet ik zeggen, ja, de seizoenen. Ja. 21 december is het begin van de winter. Ja. Dat is de winterzonnestilstand. Of de winterzonnewende, heet het ook wel. En 21 maart, dat is de lente-equinox, dat is het begin van de lente. En 21 juni, dat is het begin van de zomer. En 21 september is het begin van de herfst. Ja. Nou, dat zijn toch mooie momenten om te vieren. Ja. Daar hoef je verder niks bij te denken. Dus niets meer als het vieren van de seizoenen. En dan heeft ieder seizoen zo zijn eigen feestvorm. Want in de winter, ja, dan ga je, dat is het begin van de winter, dan vier je een ander soort feest dan aan het begin van de zomer, mag ik aannemen. In de winter doe je misschien iets met vuurwerk, of juist in de zomer en in de winter juist niet, of ja. Ik denk dat Rudolf Steiner zich daar ook over heeft uitgelaten. En dan koppelt hij dat vieren aan ja, die seizoenen. En dat is voor de rest neutraal, betekenisloos. En ja, hoef je niks achter te denken.
En met name dan het begin van de herfst vieren. Dat vond hij een groot gemis. Want je hebt natuurlijk wel het begin van de winter, dat wordt gevierd door de katholieke kerk dan natuurlijk. En dan niet eens op 21 december, maar op die andere datum. 25, 26. Hè? En dan in het voorjaar heb je ook wel een feest. Dat doen wij Pasen of zo. Hè? En dan in de zomer, ja, dan heb je niet echt een feest, dacht ik, op 21 juni. Maar wat hij vooral miste was het feest van 21 september. En dat werd vroeger wel gevierd en het heette het Johannesfeest. En hij was er een voorstander van om dat strikt te doen op die 21-12, 21-3, 21-6 en 21-9. Lekker simpel. Iedereen weet dan wanneer het feest is. En ja, meer is het niet. Het is een afspraak. En wat je dan precies gaat doen, ja. Maar moet je zelf weten. Het is leuk om dat met z'n allen tegelijkertijd te doen. En anders hebben de buren maar last van het feest. Als jij het zomerfeest zit te vieren en de buren vieren dat ook. En dan gaan we allemaal, weet ik veel, barbecuen of zo. Daar heeft niemand last van elkaar. Omdat je gezamenlijk feest viert. En misschien dat je 21 december je misschien dan toch het vuurwerk af moet steken. En ook daarvoor geldt weer, als je dat allemaal doet, dan is er niks aan de hand. Dan heeft niemand daar last van. De gemeente kan zich ermee gaan bemoeien. Maar dat hoeft niet. Maar het zou wel kunnen. Ja. De gemeente ook wat doet. Een duit in het zakje. Ja. Als je nou kijkt naar de Bijbel. Van welke feesten staan daarin? Ik zou er geen één weten. Ben jij wel? Ik niet hoor. Ja, maar het kindeke Jezus toen dat geboren was. Ja, nou, kindeke Jezus is geboren, dat is duidelijk. Maar wanneer eigenlijk? In de tijd dat kindeke Jezus geboren werd, toen lagen de herders... toen lagen de herders bij nachten in het veld. Dus ze sliepen buiten. Nou, dat kan slecht in de winter geweest zijn. Want in de winter was het in dat land van toen, wat heet dat, Palestina of zo? Toen, ik weet niet hoe dat toen heette. Tegenwoordig heet het Israël. Maar daar is het in de winter niet plezierig buiten. Ook daar niet. En bij nachten in het veld blijven liggen met de kudde schapen, dat is toch iets wat je doet tot aan de... Ja, zeg maar de oude wijvenzomer, hè? De Indian Summer. Misschien wel tot aan eind september of zo. Maar dan begint het koud te worden. Ja, dan ga je toch met die schaapjes naar binnen, of niet? Dus wanneer is kindeke Jezus dan geboren? Ja. Schattingen zijn dat hij eind augustus of ergens in september is geboren. Maar dat heeft dus niks te maken met 25 december. En ook niks te maken met 21 december. Staat allemaal bezijden het punt hoor. Niet belangrijk, snap je? En de katholieke kerk heeft dat verheven, hè, tot een viering. Met haar beroemde symbolieken erbij. En dan moet dit en dan moet dat. En dan gaan ze op. Kerstavond hebben ze ook een viering. En dan de eerste kerstdag is kindeke Jezus geboren. Nou, dat kan dus helemaal niet. Maar dat doen we toch alsof. En dan gaan we kaarsen branden. En,
Nou, en dan krijg je dat feest met Pasen en Pinksteren. Nou, de bepaling van Pasen. Als jij weet wanneer het volgend jaar weer Pasen zal zijn, hè, dan ben je een grote jongen. Serieus hoor, want dat is echt niet makkelijk. Het is namelijk de eerste volle maan na de... zeg het maar. Ik heb het een keer ergens gelezen. Ik denk, oh, doen die jokers dat zo? Dat is echt rete ingewikkeld, man. Dus dan moet je altijd op de kalender kijken wanneer het nou weer Pasen is. Wat heb je nou aan zo'n feest? En wat vier je dan met Pasen? Ja. En daarvoor vieren we dan de kruisiging. De Goede Vrijdag of zo is dat dan, hè? Ja, er werd Jezus gekruisigd. Sinds wanneer moet je dat vieren? Er staat helemaal niet in de Bijbel van gij zult de kruisiging van de Heer ieder jaar vieren met een feest. Christus heeft gezegd bij het laatste avondmaal, gedenk dit moment. Woorden van gelijke strekking. Eens even kijken, dat is toch wel leuk. Geheel tot grote irritatie van de katholieke kerk heb ik dus een statenvertaling uit 1637. We weten te bemachtigen. Voor €14,40. En dat lijkt mij niet duur voor een boek van meer dan 1100 pagina's. Weliswaar een klein boekje, maar dan nog. Even frotten aan de microfoon. Oh nee, dat doe ik helemaal fout. Dat moet ik eerst even opzoeken. In de Bijbel. Waar het laatste avondmaal dan staat. Laatste avondmaal. En waar staat het in de Bijbel? Hier staat dus niet waar het nou staat in de Bijbel. Hoop over de katholieke kerk natuurlijk. Dan heb je dus een schilderij van Leonardo da Vinci. Maar dat bedoelen we al met. En dan doen we het nu even dan, laatste avondmaal. En dan Bijbel. Waar staat het dan? Lucas 22. Een laatste avondmaal Bijbel en dan Matthäus. Dat vind ik zelf het leukste evangelie. Dubbel T. Matthäus 26. Denk ik. Pakken we die er even mee. Dus Romeinen zit ik nou. Dan hebben we Handelingen. Kijk wel, ja, Romeinen. Ik moet toch een beetje gaan werken aan mijn Bijbelvastheid. Dus Romeinen 2. Dan krijg je Romeinen 1. En oh ja, Romeinen 1. Oh, wacht, snap het nog. Ja, nee, Romeinen 1. Oh ja, Romeinen en dan krijg je Handelingen. Ja, ze hebben de goede weg. En dan de vier evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En dan Matthäus 26. Mm-hmm.
Even aan het lezen. Dat is ook voor jullie een oefening, hè, om lekker geduldig te zijn. Op tv heb je allemaal iedere 5 seconden. Dan word je heel erg bezig gehouden. Nou, Heere Matthäus staat dus niet dat je het laatste avondmaal moet herdenken. Staat het er misschien in Lucas? Want hier staat in Matthäus 26, vers 26. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het den discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam den drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hij hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En dan vers 29, en ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Pakken we even Lucas erbij. We hebben het over de heidense feesten. Gaan we even kijken of het in Marcus ook misschien staat. Ja, Marcus en dan hoofdstuk 14. Ja, hier staat hetzelfde als in Matthäus. Oké, dan pakken we Lucas. Lucas 22. Zo leuk, hè? Deze Bijbel die was met 1450, omdat die nog de oorspronkelijke oud-Nederlandse teksten heeft. En iedereen wil tegenwoordig de herziene versie, maar ik niet. Ik begrijp dat oud-Nederlands wel. En ik leer er ook wat van. Nee, hier staat niet dat je moet gedenken. Och, eventjes. En hij nam brood en als hij gedankt had, brak hij het af. Brak hij het en gaf het hun, zeggende, dit is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Kan je iets bij verzinnen? Dat... Maar moet je dat dan altijd maar doen? Dan doen we even Johannes.
Dat is Johannes 13. Of wel leuk. Je kan ook zeggen dat ik alleen maar deze uitzendingen hou. En dan heb ik een excuus om in mijn Statenvertaling te gaan lezen. En lekker tegen jullie op te scheppen dat ik heb een Statenvertaling. Kijk hoor. Het voeten wassen, even kijken. Even kijken hoor. In Johannes kan ik niet vinden van dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. Huis des vaders. Oh, hier staat die mooie. Johannes 15 vers 6. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Kijk, dan vind je toch weer wat moois in de Bijbel, hè? Geweldig, de troost komt hier aan bod. Ga ik niet allemaal voorlezen hoor. Doe ik een andere keer. De trooster is de Heilige Geest. Hè? En Jezus wist wie hem zou verraden. Tof, hè? Nee, ik kan het hier niet vinden, mijn Johannes van het brood en die wijn. Maar in zoveel woorden staat het dus niet in de Bijbel. Dat je dit moet vieren. Hartstochtelijk stuk tekst is het, hoor. Heel mooi moment. Maar moet je dan Pasen gaan vieren? Ik weet het niet. En helemaal gek natuurlijk dat wij dan iets met eieren hebben verzonnen. En met de winter zonnestilstand hebben wij een boom in ons huis. En wat heeft dat nu weer voor zin? Ja. En dan zijn er ook nog katholieken die dan zeggen van, ja, die boom, de kerstboom, die heeft van opzij gezien de vorm van een driehoek. En dat is de heilige drie-eenheid. Ja. Een beetje ver gezocht vind ik dat. Toch? Oh, dan heb ik hem open bij Daniel. Wauw. Met die Nebukadnezars tweede droom.
Daar leg ik even de bladlegger. Die vind ik dan volgende keer wel weer terug. Als ik weer eens in de Bijbel verdwaald raak. Heb je nog Pinksteren? Met daarvoor af heb je toch iets met... Want met Pasen, oh nee, met Pasen was Jezus opgestaan. Hè? En toen kreeg je de hemelvaart. Een donderdag. En dan kreeg je Pinksteren. Toch? Eens even kijken. We hebben Pasen net gehad. Pinksteren... 2019, wanneer is dat dan? Oh, dat is zondag 9 juni. Dus over een maandje is dat. Een hemelvaartsdag moet er dan, zou ik zeggen, 6 juni zijn. Ja. Dat is 30 mei. Kan dat niet meer? Wat zal wel. Hemelvaartsdag, dan wordt gevierd dat Christus dus na zijn opstand alsnog naar boven ging. En dan bij Pinksteren, dan daalt de Heilige Geest neer. Dat staat in Handelingen. Over 27 dagen is het hemelvaart. Maar dit hebben de katholieken maar een beetje bij elkaar geknutseld. Dit jaar is het op 30 mei en dan volgend jaar is het op 21 mei en het jaar daarna op 13 mei en dan is het weer op 26 mei. En dan is het op 18 mei en het is iedere keer een donderdag. Dat dan wel. Maar die weeknummers verschillen. Ja, ik snap er geen beat van. Hoor. Jij wel? Je kan je toch zelf niet voorspellen? Hoor. In 2024 is het op 9 mei. En 2025 is het op 29 mei. Dit dan weer, man. En dan zitten die jokers daar in het Vaticaan maar een beetje hun best op te lopen doen. Om te bepalen wanneer wij feest mogen vieren. Ja, dan heb ik liever die leer van Steiner die zegt, je viert de vier seizoenen. Dan doe maar wat leuks, iets voor de kinderen en ook voor de oude vandaag. Ja, dus bij de winterzonnestilstand, ja, dan zou ik toch denken aan lekkere warme gerechten of zo, hè. Een warme glühwein of zo. En dan maak ik veel, dan maken we een groot vuur. Dat is altijd leuk. En bij die andere drie feesten, ja, moet je maar even zien wat je doet. En als het de 21 juni, dat is de langste dag. Ja, dat is toch wel leuk, want hè? Dan mogen de kinderen hartstikke laat naar bed natuurlijk. Dat is toch super tof, man. Dat moet je toch vieren. En als je 21 september viert, hè, wat je dan viert, dat is de herfstequinox. En dat is bij de lente-equinox en de herfst-equinox is de dag net zo lang als de nacht. En bij de lente-equinox wordt de volgende dag een stuk langer. Echt veel, maximaal langer wordt de dag. Dus 22 maart. Die dag is een heel stuk langer dan 21 maart. En dat blijft maar toenemen tot 21 juni. En dan heb je de langste dag.
En dan 22 juni is, nou, die dag is ongeveer net zo lang als de langste dag. En dan duurt het even en dan gaan we weer zakken. En rondom 21 september, ja, 22 september, is een, die dag is een heel stuk korter dan 21 september. Dus 21 september is het voorbij. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Het lijkt me een feest met, ja, misschien wel treurige muziek of zo. Weemoedige muziek misschien. Ik weet het niet. Misschien moet je dat overlaten aan de mensen zelf. Wat ze maar willen. Ja. En die katholieken, ja, die zouden ja, moeten zonder meer moeten die van de bestuursfuncties ontheven worden. Want je hebt er niks aan. Toch? Doe maar lekker op z'n Rudolf Steiner gaan we vieren. En van de Bijbel ja, wordt er geen enkele dag benoemd om te vieren. Maar ik vind het wel leuk om vier keer per jaar, waarom niet? Het heeft verder geen betekenis, het is zo'n afspraak dat je met z'n allen een feestje viert. Wat gaan jullie doen met, als het zomer wordt? Misschien wel lekker gezellig bij het water. Zo, ja. Een beetje bootje varen. Ja, het is het begin van de zomer. Ja. Toch? En die rare katholieke kerk, maar die bedoelen meer van die gekke dingen. Je bent er helemaal niet blij mee als je beseft wat die mensen allemaal doen met ons dagelijkse leven. En allemaal die gekke feestjes. Daar hoor je niet mee bezig te houden. Vind ik, hè? Het andere katholieke feest, dat is dan Sinterklaas. Nou, snap je ook gelijk, hè? Dat is niet iets wat de paus nou direct toe zal geven. Maar je hoeft maar te kijken naar de kledij van Sinterklaas. Om te weten dat het hier gaat om een katholiek feest. En dan is nog het leuke, dat wij betalen ons dan blauw voor die cadeautjes voor de kinderen. En die kinderen geloven dat ze die cadeautjes hebben gekregen van Sinterklaas. Die man die sprekend lijkt op de paus in de ogen van een kind. Ja, ik noem dat mind control programming of zo. De paus is je grote vriend. Ja, ga toch weg, man. De paus is je vriend helemaal niet. Toch? Nou dan. Misschien ben ik je vriend wel niet eens. Jawel, ik doe wel aardig tegen jullie. Ja. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Het was Weltschmerz over de katholieke feestdagen. De heidense feestdagen. Waar ik helemaal niet blij van ben. Wat mij niks zegt. Wat staat hier nou? Is de betekenis van Hemelvaartsdag. Dag. En dat kopje tradities. Er is al een geschrift uit de 5e eeuw dat er zoiets als Hemelvaartsdag gevierd wordt. Vanaf de middeleeuwen is het in ieder geval zeker dat hemelvaart een echte feestdag was. De middeleeuwen, dat heette wel de Dark Ages. Hoogtepunt van de katholieke kerk. Een openbare heerschappij. Ze zijn nog steeds de baas, maar het is nu verborgen.
Je hebt het nu niet meer zo in de gaten. Gaat die tekst door? De priesters hielden in die tijd de nacht voor hemelvaart een waken. Tijdens de middeleeuwen werden er ook andere tradities ontwikkeld. Zo werd de eerste fruitoogst van het seizoen om hemelvaartsdag gezegend. Het Nederlands klopt niet helemaal. Daarnaast werd er in Engeland een heuse optocht georganiseerd. Ja, het zegt me verder helemaal niks. Wat zou jij ervan vinden om die om 4 keer per jaar te vieren? Op een datum die voor iedereen duidelijk is. En die verder, waar verder niks aan, anders aan kleeft dan dat we met z'n allen wat gaan vieren. Ja. En wij als in de buurt de winterzonnestilstand gevierd met een kampvuur. Nou, iemand moet zin hebben om al dat oude hout bij elkaar te sleuren. Op een stapel te gooien. Een liter diesel eroverheen. En fik erin. En dan een of ander teentje met glühwein. Dat is toch leuk. In de zomer iets en in de lente equinox iets en in de herfst equinox. En we schaffen die hele katholieke kerk af. Wat dacht je daarvan? Dat zou leuk zijn hoor. Dan verdwijnen er een hele hoop onaangename dingen uit onze samenleving. Ja mensen, ja. Ik heb gesproken. En uit respect voor jullie... En uit dankbaarheid aan jullie, zeg ik op zijn Hamburgs, tjus en dag lieverds. En vier je feestje wanneer jij dat wil en niet de katholieke kerk.